Elke keer weer even een beetje schakelen bij zo'n enorm lange talkshow. Een talkshow die 7 dagen duurt, 12 uur per dag. Het heet cultuuractie.nl en het is natuurlijk belangrijk om je stem te laten horen. En om te laten weten dat je deze sector heel belangrijk vindt. En daarom kun je mee demonstreren. Het kan virtueel. Kijk even op de site cultuuractie.nl. Inmiddels 225.951. En bij mij aangeschoven geen journalist, maar wel columnist en auteur Roos Slikker. Ja. Hoe is het met je? Goed. Ja? Ja hoor. Helemaal gezond? Ja. Geen probleem nee, gehad? Nee, en ook de hele tijd gebleven en nog geen snotneus in huis gehad. Oh, dus, nou, ik hoop dat het afkloppen, ja. Ongelakt hout is en dat we daarop af kunnen kloppen. Ja. De cultuur- en entertainmentsector die staat onder druk, ja. Als het ware. Ja. Hoe ervaar jij dat? Nou ja, ik schrijf columns voor het Parool onder andere. Nou, daar merk ik niks van natuurlijk, dat gaat nee. Gewoon door. Ja. Maar ik schrijf ook voor theater. Veel ook. En wij zouden, mijn schrijfmaatje en ik zouden vanaf maart als eigen producent beginnen. Mm-hmm. Nou, oh. Super goede timing. Ja, want dat had je besloten ja, vorig jaar? Wilden, nou, ik heb een boek geschreven, Moeder van Glas. Dat is een heel persoonlijk boek over mijn moeder. En wij wilden dat zelf naar het theater gaan brengen. En we zouden vanaf mei, afgelopen maand ja. Proefvoorstellingen zijn gaan draaien. En komend seizoen in het theater te zien zijn. Ja. En we hadden net een eerste lezing van het script gehad. En we stonden op het punt om die maandag te gaan repeteren. En de shows waren al geboekt ook? Ja, een aantal proefvoorstellingen waren al geboekt. En daar waren we ontzettend blij mee, want het is best moeilijk om te beginnen natuurlijk. Precies. Ja, nou ja, uitgesteld. Maar we gaan nu toch in juni in ieder geval 2 proefvoorstellingen doen. Uiteindelijk in het Zaantheater. En dan voor komend seizoen, ja, het is een solo. Dus we gaan hem toch proberen nu te verkopen. Heb je gescholden? Ja, ik heb wel gescholden. Ja. Ik ben wel best een beetje chagrijnig geweest. Ja. Dat zeg ik heel eufemistisch. Tuurlijk heb ik gescholden, maar tegelijkertijd, ik ben wel. Ik kan gewoon nog steeds mijn werk doen. Ik kan nog steeds schrijven. We zijn niet ziek, et cetera. Dus, nee, precies. Nou ja, maar ik ben er wel een dag of 3 behoorlijk chagrijnig van geweest. Dat is best veel voor mijn doen. Ja. Ja. Zie je de toekomst rooskleurig in of niet? Nou ja, in het theater vind ik het heel erg lastig. Ik merk wel onder makers ook dat er een heel erg... In het begin voelde ik bij heel veel mensen eerst woede en vervolgens een soort van lamgeslagenheid. Het gevoel van, het heeft toch allemaal geen zin nu, dus waarom zouden we plannen maken? En opeens de afgelopen paar weken zijn we elkaar toch aan het bellen. En ben ik toch opeens mijn agent aan het bellen van, moeten we niet eens een beetje ergens over nadenken? Gaan we dan misschien toch kijken of we een tv-serie kunnen bedenken? Of, nee, de drang om wat te gaan maken is heel erg groot. Ja. En, zit dat niet in mensen besloten? Dat je valt eerst op de grond, je ligt een paar dagen en dan sta je weer op en dan loop je weer verder? Ik denk het wel. Ja, er zijn denk ik ook nog wel genoeg mensen die helemaal niet vooruit te branden zijn. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. Maar ik knap er meestal toch het meeste van op om op te staan, te douchen, aan te kleden en te denken, wat zullen we vandaag gaan verzinnen? Ja. En dat is denk ik aan makers, dus aan mensen uit de culturele sector wel een beetje... Dat zit natuurlijk wel een beetje in je, want anders ga je sowieso niet een theatervoorstelling optuigen. Want het is echt superveel werk. Nee, dat was mijn volgende vraag. Waarom ga je eigenlijk een theatervoorstelling optuigen? Omdat ik waarom doe je dat? Heel erg veel liefde heb voor theater. Omdat ik heel erg geloof in het belang van het vertellen van verhalen. Mm-hmm. Het belang van mensen letterlijk voor je oog tot leven wekken. Wat er in een theater gebeurt, dat gebeurt alleen maar dan op dat moment. Mm-hmm. Het gebeurt nooit meer op een ander moment. Je maakt met elkaar iets. Daarom zijn ook die voorstellingen via Zoom en zo. Ik vind het allemaal hartstikke leuk. Maar het is niet hetzelfde als in een theater zijn. En ik geloof heel erg in de troostende, belangrijke functie van cultuur. Mm-hmm. Dus ik zal daar altijd voor mijn bed voor uitkomen. Maar die troostende, belangrijke functie van cultuur, die kun je niet overbrengen door middel van Zoom of van... Jawel hoor. En je hebt natuurlijk ook gewoon films of tv-series of wat dan ook, die misschien makkelijker nu te maken zijn, hoewel dat ook ingewikkeld is. Mm-hmm. Maar ook het theater als vorm, net als dans als vorm, net als opera,
En net als dat ik vind dat er gedichten geschreven moeten blijven worden. Ook al worden er van de gemiddelde dichtbundel misschien 500 exemplaren verkocht. Ja. Dat wil nog niet zeggen dat we geen gedichten nodig hebben. Nee. Maar we kunnen het theater weer in. We kunnen het theater weer in. Dus we maken met 30 weer man. Ja, dus wij zijn... Wij gaan dus nu ook in juni toch weer... We gaan toch spelen. Ja. 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 Was dat bedoeld voor 30 man of niet? Nee, we redden het ook niet voor 30 man. Nee? Nee, daar kom je niet uit. En wij zijn zelfs natuurlijk wij zijn een kleine productie. Waar geld kom je niet uit, bedoel je? Ja, want je moet natuurlijk je moet een actrice betalen. Je moet techniek betalen. Nou, schrijven, regie doen wij zelf dan nog. Dus we kunnen nog zeggen, we doen het nu... Hopen dat we er niet te veel op inschieten, zou ik maar zeggen. Nee. Maar we investeren hierin. Maar je hebt het theater natuurlijk zelf, waar allerlei onkosten zijn. Voor 30 man kom je niet uit. Dus wij gaan ook proberen om 2 keer op een avond te spelen. Dan. Maar je komt niet uit voor het geld wat er nu betaald wordt. Je kan misschien uitkomen als die kaartjes gewoon wat duurder worden. Ja, maar dat kan, ja. Natuurlijk. Maar je wil dat? Want... Nou ja, je wil het liever niet? Nee, nou, een gemiddeld theaterkaartje is natuurlijk, kost al best wel wat. Ja. En het is al helemaal niet zo heel makkelijk om die zalen vol te krijgen. Dus om nou te zeggen, we gaan die kaartjes 2 keer zo duur maken. Ik denk niet dat je dat kunt doen. Nee, ik denk dat we ook op andere manieren moeten kijken. En ik denk ook dat de overheid zich sterk moet maken voor ons. Ja. En voor de cultuursector, niet voor mij. Maar voor het feit dat wij een cultuur hebben. Ja, die we belangrijk vinden. Is dit in deze hele periode een inspiratiebron om columns te schrijven? Nou, het grappige is wel dat toen het allemaal net begon... toen dacht ik, ja, nou, die eerste column... dat kan niet anders dan een coronacolumn zijn. Maar het stond een beetje tegen. Ja. Omdat ik dacht, ja, ik lees de hele dag al niks anders. En ook omdat ik dacht, ja, jemig, straks zijn we over 2 maanden nog steeds zo. En dan moet ik dan elke week... Maar volgens ik schrijf toch over het algemeen over datgene wat mij bezighoudt. En dat is niet elke dag hoe de statistiekjes of wat de virologen vinden. Maar wel hoe ons leven nu is en wat er verandert. En wat misschien benauwd en wat een ontsnappingsmogelijkheid is. En over cultuur. En het inspireert wel, maar het is niet dat ik nu denk... Ik ben ook met een roman bezig. Het is niet nu dat ik denk, ik ga de grote, alleszeggende coronaroman schrijven. Want ik vrees dat er al heel veel mensen mee bezig zijn. Denk het ook. En ik denk ook dat we op een gegeven moment misschien wel even een virusvrije roman willen. Maar om een beetje een beeld te geven, je hebt een column meegenomen. Ja. Kun je die voorlezen? Die kan ik voorlezen. Dan weet je ongeveer dan weet je een beetje hoe de periode eruit ziet in jouw leven. Ja. Hoe was het? Vroeg mijn man toen ik op de bank plofte. Ik mompelde onhandig. Wie zijn enthousiasme wil benadrukken, neigt al gauw tot geëxalteerde zinnen als... alsof ik thuis kwam, of ik was terug in de baarmoeder. Maar dat paste de dag niet. Eigenlijk wilde ik maar 1 ding kwijt. Ik was precies waar ik moest zijn. Want dat klopte. Sinds de quarantaine had ik uiteraard geen theater meer van binnen gezien. De plek waar ik zo graag ben, had haar gordijnen gesloten. Het plush raakte bestoft. Eindeloos nog hing de stad vol met aankondigingen van gecancelde voorstellingen. Als vlaggen waaiden ze in mijn gezicht. Dit mis je, dit en deze. Maar vandaag namen Peter Heerschop, Paul de Munnik en Malou Holshuizen... in de kleine komedie De Podcast, De Kleine Remedie op. Ik mocht er iets voorlezen. Daar zat ik, in die prachtbonbonnière. Een plek waar het niet ingehouden en sober hoeft. Hier hangen krullen aan het plafond, lijsten rond ruiten. Fluweel plooit zich rond de bil. De sfeer was los. Totdat de Munnik achter een vleugel meer dan een ander van Dikhout zong. Geintjes en gebabbel vielen weg. Strotten werden dik. Plotseling voelde iedereen precies waar het in zijn binnenste pijn deed. Maar nu wil ik je meer dan een ander jou ooit gewild heeft, zong de Munnik. Dat is wat theater doet. Natuurlijk, thuis luisteren we ook muziek. Soms zetten we onze partner een koptelefoon op. Hier, moet je horen. Vriendelijk geknik. Hoi hoor. Maar dat is niet hetzelfde als wanneer je in een zaal de tranen in de ogen van je buurman ziet staan. Nederland is een land van cultuur en we zijn trots op ons uitgebreide aanbod. Op de musea, de theaters, de operahuizen, de literatuurclubs. Hoort u het Mark Rutte zeggen? Hij zei het inderdaad niet. Dat deed Angela Merkel, al noemde ze Duitsland in plaats van Nederland. Ze beloofde kunstenaars niet alleen een steunpakket, maar ook andere support. En ze zei, door te benadrukken hoe belangrijk jullie voor ons zijn. Wat een verschil met hier. In het provinciebestuur van Noord-Brabant komt notabene wel een gedeputeerde vrije tijd... maar geen bestuurder die verantwoordelijk is voor cultuur.
alsof een rondje in de Python hetzelfde is als Medea zien. Of zoals acteur Frank Lammers het deze week in een filmpje kernachtig samenvatte. Cultuur, dat is wat ons onderscheidt van de apen. Veel te lang wordt kunst in Nederland beschouwd als frivoliteitje. En kunstenaars als labbekakken, die subsidiesoeperend de halve dag op bevlekte matrassen liggen te neuken. Dat is een gemakzuchtige mythe, die geen recht doet aan alles wat met zoveel woest kloppende harten gemaakt wordt. Het concert waarop hij haar voor het eerst kuste. Het theaterstuk waardoor zij eindelijk haar vader begreep. Het gedicht dat werd voorgelezen tijdens de begrafenis van een jonge moeder. We kennen ze allemaal, die intens beleefde momenten waarop we even niet alleen zijn. Cultuur is niet thuiskomen bij jezelf. Cultuur is thuiskomen bij de ander. En dat is precies waar je moet zijn. Mooi. Heb je vaak een applaus voor je komst gekregen, of niet? Wel, maar niet mooi. Zo in zo'n zaal. Ja, mooi, hè? Ja. Daar hebben we de fabriek voor uitgekozen. Ja, daar hebben we de applausfabriek voor. Ja. Het is de plek waar je moest zijn. Dus eigenlijk heeft deze coronacrisis er ook voor gezorgd dat je nog meer weet waarom cultuur zo belangrijk is. Ja, dat denk ik wel. Ik was het me wel al heel bewust. Maar als ik dan zo'n Angela Merkel dat hoor zeggen... En dat ik me opeens realiseerde, ik kan me gewoon niet voorstellen dat Mark Rutte, het zou zeggen, niets ten nadele van Mark Rutte en wat hij allemaal de afgelopen maanden gepresteerd heeft. Hè? Mm-hmm. Maar het gaat meer om de algemene tendens. Hier in Nederland wordt cultuur echt gezien als, ja, dat doe je een beetje leuk erbij. Terwijl, het is een hobby. Het is een hobby. Ja. En net als dat heel veel mensen, gaan maar op staat vragen, denken dat het grootste gedeelte van cultuur gesubsidieerd en gesponsord wordt. Dat is niet zo. Dat is al lang voorbij. Dat is iets van heel lang geleden. Er zijn inmiddels al 100.000 bezuinigingsslagen gemaakt. Heel veel culturele instellingen, heel veel theaters... hadden al best heel veel moeite om hun broek op te houden. Mm-hmm. En toen moesten ze dicht. Ja. En nu vallen ze misschien om. En dat is waarom ik dit soort stukjes schrijf. Dankjewel. Graag gedaan. Je gaat tekenen. Ja. Voor hoeveel mensen ga je tekenen? Ja, nou ja, aan freelancers toch wel een mannetje of 10, denk ik. Oké. Okay. Ja. We tellen het erbij op. Dankjewel, Roos. Wat lief, wat klein. Wat klein en lief, ja. Mooi. Ja, dat is... Ja. Dankjewel.